Weer is een traditionele houthakkerskost. Die houthakkers die zaten vroeger weken aan een stuk in het bos. Dus die konden... Ja, die moesten zorgen dat ze de spullen meenamen voor een hele poos. En dat waren dus dingen die ze lang goed moesten kunnen houden. Dus wat je nu hebt is meel, water en zout vlees. En dat zouten vlees kun je ook weken bewaren zonder koeken. En daar bakten ze hele dikke koeken van. Het lijkt vaak op onze spekpannenkoek uit Nederland, maar het is toch net weer anders. En wat voor meel is het? Gewoon standaard wit meel. Okay. Kijk, hier staan allemaal kwijlende mensen. Ja. Het ziet er robuust uit. En het is een hele hap, absoluut. Je eet dat